kantwielen, hè? Ja, lekker. Ja. Lekker warm was het. Vooral leuk. Ja, met die. Ik heb begrepen dat jij bij een schadebedrijf bent. Ja. Komt dat even goed uit? Ja. Ja, ik reed maandag naar mijn werk en toen reed er gelijk één achter de binnen. Goedemorgen, Jenny. Nou, die voor mij valt wel mee. Toen hem was wel redelijk gebukt. Maar ja, weet je, ik heb wel zoiets van, ik heb wel meer gehad toen voor het oog. Want er zitten twee bukjes op de bumper en volgens mij zit die bumper ook een beetje uit het loop. Maar ja, de vorige keer had ik het ook en toen bleek het toch veel meer schade te hebben als dat ik zo kon zien. Dus, en het was eigenlijk... Dus hij is... Maar ik moest morgen even spullen opsturen. En dan mocht ik hem ergens naartoe brengen en dan ging hij zetten. Dat is het, hoor ik nog wel. Hij zegt, rijdt hij op? Ja, rijdt nog prima. Tenminste, de vrijheid voor de vakantie. Voor de plot trekken. 7 minuten lekker te zwaaien dat hij lekker door het zwembad te zitten. Ja. Hij ligt toch elke keer weg. Dus ik ben helemaal gek van. Ja, maar ik vond het stil. De dingers van de metro ook in. Dan ga je hard afslaan. Ja. Dan ben ik in. 6 uur, dan breng ik Kelsen naar huis. Ik zeg tegen de vrouw bij het zwembad. Mag ik even? Ja. Doei. Ja, ik moest het wel van de verzekering op het schadevoer hier zetten. Zeg ja, stel dan. Ja, maar ik zal het erop zetten. Kijken in de sportzaak, kijken naar de hele. Helemaal. Nee, als ik jou dadelijk zie, ik knijp echt een keeltje weer. Echt maar. Dus en uiteindelijk. Nou ja, en wat wel een voordeel is, mijn uitlaat was al kapot. Hey, ja, die is nu echt kapot natuurlijk. Ja, nee, dat was wel niet. Dus na nee, ja. Nee, ja, daar heb ik wel kapot. Heel nieuw was die. En daarna heb ik een uitlaat. Dus gewoon, ik zeg maar. Toevallig zeggen wij in de krant, echt na de dag en nacht een keer laten. Ik zeg, oké, dan ga ik even. Ja. Zeg, dit heb ik nog niet. Niet op die rol zat dat goed is. Ja, we kunnen het zijn.
Ze hebben die hele grote tegels, ze hebben van die lange, dat is een kleintje. Ja. Prachtig mooi zin. Ja, dat moet je niet af van de vrienden waar je naar. Ja, dat heb ik ook wel tegen pech gezegd. Dat is ook nog een interessant, want de dieren hebben dat zelf vloer verwarmen. Die hebben ook tegels. Met je hond is dat ideaal hoor. Dan ga je voor je geluk op de grond zitten. Ja. Je bent ook altijd zo bezig, hè? Ja. Ik moet zeggen, mijn hond vaart niet steeds. Of is er alleen één of twee? Bouwer. Want ik heb echt zo vaak gewoon. Fransje Bouwer. Ah, pas geleden was ik ze vergeten. Nou, voor watje. Joost maar even filmen, die doet tenminste wat. Ja, ja. 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 Die kuren allemaal, die staan op je iPad. Ze zitten heel vaak thuis, of dan s'avonds thuis komen eten, maar ik zit daar met je iPad. Ik wil niet weten hoe vaak ik die liedjes allemaal hoor. Ik zit er allemaal te kijken. Dus jij bent alle liedjes nou al zat? Ja, ik zit allemaal een nieuwe kuren, want ik kan er echt wel mee. Ja, ik nu elke dag. Elke dag, ja. Oh, 3 weken moet je trouwens nog, hè, bij Korto. Ja, mooi liggen jullie zo. Ja, zei je naar die de kaken, die zijn dat te weinig rente. Ja, dus zijn we waarschijnlijk 4 ja, wel heel mooi. Want ze hebben hier 2, zeg maar. Ja, je ziet en toch de voortanden, zeg maar, die 2 die de naast.